Actie! Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Filmcoach Freek. Hallo Freek! Het is weer maandag en dat betekent dat ik jullie een kijkje ga geven achter de schermen bij het UNICEF Kinderrechten Filmfestival en hier op ons YouTube kanaal. Afgelopen donderdag ging de kinderrechtenfilm Lekker Belangrijk. Ja, precies. In première op ons YouTube kanaal. En dank jullie wel voor al deze reacties. En daarnaast hadden we nog een interactieve vraag. En deze keer was de vraag: vind jij dat je naast rechten ook plichten hebt? 87% zegt ja, die horen er ook bij. En 6% die zei: wat zijn rechten en plichten? Nou, zo heb jij het recht om bijvoorbeeld naar school te gaan. Oh. En dat betekent dat de basisschool eigenlijk voor ieder kind gratis beschikbaar moet zijn. Dat kost helemaal niks. Gratis, wist je niet? Maar naar school gaan is ook een plicht. Of dus eigenlijk een beetje verplicht. En bij het recht om naar school te gaan noemen we dat dan leerplicht. Weer wat geleerd. 2 weken geleden ging de kinderrechtenfilm Stoepkrijt in première. En daar is iets speciaals mee aan de hand. Ah, hand. En daarom ben ik nu bij de school om hun dat te gaan vertellen. Oké, dit is de filmposter. Dames en heren, jullie hebben 100.000 views! Ja, dat was gezellig. En de kinderrechtenfilm Stoepkrijt is dus de eerste film die binnen 2 weken tijd 100.000 views heeft. Dat betekent dat 100.000 mensen de film hebben gezien en wat hebben geleerd over de kinderrechten. Zoals je weet gaan de kinderrechtenfilms die aan het einde van het schooljaar de meeste views en kijkminuten hebben. Views en kijkminuten, views en kijkminuten, views en kijkminuten, views en kijkminuten. Ja, ja, ik snap het. Naar de finale van ons filmfestival in Bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam. Daarom kan ik me best wel voorstellen dat jullie wel benieuwd zijn naar de tussenstand van alle films. Komt-ie! Op dit moment staan de films Stoepkrijt, Syrië, Ik mis je, Spoorloos verdwenen, Knuffels en Gemiste Kans in de top 5. We hebben gewonnen! Het is een tussenstand. Huh? Ja, dus de uitslag weten we eigenlijk pas aan het einde van het schooljaar. Oh. Tijd om weer een kijkje te gaan nemen bij Filmcoach Jeroen. Jeroen, waar ben jij nu? Ik sta hier nou bij iemand die een stropdas omdoet. En dat is altijd super moeilijk, want dat lukt mij ook niet hoor. Nee, 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 nee. Lukt het jou een beetje? Oh, je hebt hem al om. Ja. Oh, dan mag je die van mij ook altijd omdoen. Dus, nou, we zijn in ieder geval nu in de voorbereiding van het klaarmaken van de rollen. Nou, de juf die is een beetje wat dingetjes aan het doen. En we gaan zo beginnen met de film. Hey Freek, terug naar jou! Nou, dat ziet er weer heel gezellig uit daar, Jeroen. En ja, zo'n stropdas, mij lukt het ook niet. Donderdag is het weer... Kinderrechten donderdag! En dan gaat er weer een nieuwe kinderrechtenfilm in première op ons YouTube kanaal. En dit keer is het een speciale film. Want natuurlijk is het bijna... kerst. Dus dit is een kerstfilm. En een paar kinderen uit de film willen jullie alvast even wat zeggen. En trouwens, laten we maar gelijk even kijken naar de trailer van de film. Hey, goedemorgen collega's. Hebben jullie even? Hebben we even! Zie je niet dat ik bezig ben met kerstfeest? Ik haat kerst. Zet er dan ook even bij dat er een heel stom kerstfeest op deze school komt. Nee, dit is een brief voor de kerstman. Voor de kerstman! Oh, daar gaan we weer. Het is vrede op aard. Noemen jullie dit vrede op aard? Jullie maken alleen maar ruzie. Heel veel plezier donderdag bij de film Kerststress. En heel graag tot volgende week maandag bij een nieuwe Filmcoach Freek. Doei!